Ik ga het hebben over Final Fantasy XIV. De critically acclaimed MMO. Die je kan spelen tot level 60. Gratis. In de proefversie. Met ook de uitbreiding die je erbij krijgt. In de nieuwe uitbreiding. Die een 10 jaar lange verhaallijn eindelijk afgerond. En dan nu openen ze een nieuwe verhaallijn aan. Voor nog een 10 jaar lange reeks of verhaallijnen. ik heb dat spel zitten spelen. Final Fantasy XIV is een heel goed spel, vind ik. Je kan er heel vol in doen. Je hebt verschillende classes, heten ze dan. Verschillende verschillende rollen die je kan spelen. Met één karakter. Dus dat is een voordeel van daarvan. Je kan ook craften, maar dingen maken voor andere mensen. Of voor jezelf natuurlijk. Of voor jezelf. En dan kan je daarmee geld verdienen. En er is ook heel veel roleplay. Waarmee je je eigen karakter bedenkt. En dan dat uitspeelt in het spel. In de chat, dan praat je met een persoon als in karakter, zeg maar. Dan speel je, zeg maar, dan acteer je, zeg maar, als een karakter. Met de andere mensen. En dan maak je verhaallijn. Heeft het spel een hele grote community. Gaat al heel lang door. En volgende maand komt er een nieuwe update uit. Waar ik naar uitkijk. Op dit moment ben ik op Steam alle Final Fantasy games aan het verzamelen. Zodat als mijn Steam Deck released, dat ik dan de spelletjes kan gaan spelen. Alleen, ik moet tot december ongeveer wachten voordat mijn spelcomputer er pas aankomt. Nu moet ik even jammer zeggen, want die compatibility van Steam Deck op Final Fantasy XIV is er niet meer. Voor de een of andere reden. Ik weet dat ze VR-games, die ondersteunen ze niet voor de Steam Deck. Ja. Is Final Fantasy XIV een VR? Nee, maar voor een of andere reden was het ineens die compatibility niet meer. Dus okay. Ik weet niet zeker of je die nog kan spelen. Ja. En er zit ook een abonnement aan vast als je het gaat kopen. Ja. Tenzij je de gratis proefversie wil spelen die geen tijdperiode heeft. Ik speel het spel zelf ook en wat je gezegd hebt, klopt allemaal wel. Maar. Er komt ook een uitbreiding over een eiland, heb ik gehoord. Een of ander gebied in het spel dat ze gaan toevoegen. Wat heel veel mensen, wat ze hebben beschreven aan ons, wat ze hebben uitgelegd aan ons. Hebben heel veel mensen, zeg maar, het idee van een soort Animal Crossing, maar dan in dat spel. Waarbij je gaat tuinieren en zo, en een dieren om je heen hebt, en dat soort dingen. Dus ik kijk daar ook naar uit om iets te doen met dat. Ik hoop dat het heel leuk zal gaan zijn. En hoe vind jij dat? Dat is echt het enige ding waar ik naar uitkijk eigenlijk. Elden Ring. Oh, sorry. Elden Ring is een spel. Is een hele moeilijke spel. Van een reeks van spellen van de ontwikkelaar From Software. Die van Bandai is. Ze hebben voorheen de Souls-series gemaakt, zeg maar Dark Souls, Demon's Souls en ook Bloodborne en een spel dat Sekiro heet. Het is een Japanse ontwikkelaar. En in het spel word je niet vergeven. Als je alles in het spel is gevaarlijk en kan je doodmaken. Zelfs de grond waar je op loopt. Ja, zelfs de grond waar je op loopt. Dat is. De monsters. Er zijn plekken waar de monsters in de grond zitten. En dan gewoon uit het niets uit de grond kunnen komen. Oh god. In Dark Souls heb je een vijand die een mimic heet.
En een mimic in de fantasiewereld in het algemeen is meestal een schatkist die dan, dan eigenlijk een monster is. En dat schatkist, als je, je kan niks vertrouwen in het spel. Als je dan naar een schatkist gaat, dan kan het zijn dat het een monster is die je dan gaat doodmaken. Elden Ring, die andere spellen waren niet open world, maar Elden Ring is dan weer wel open world geworden. En je kan over naartoe gaan, de spel dropt je in een wereld waar heel veel te doen is. En je kan er zijn ook verhaallijnen. En die verhaallijnen worden niet meteen aan je verteld. Niks wordt in het spel aan je verteld, direct. Je moet alles zelf ernaar gaan zoeken en dan zelf het verhaal een beetje uitvinden. En de monsters, de eindbaas verslaan. En de eindbazen zijn heel erg moeilijk. Je moet elke keer ontwijken, doodgaan. En uiteindelijk versla je dat monster. En voelt het ook heel erg goed wanneer je dat moeilijke monster hebt kunnen verslaan. Stop it! Dus je zegt dat er meerdere bazen zijn? Ja. Oh god. Meerdere bazen verspreid over de wereld. Get some help. En dan, soms kom je ze per ongeluk tegen en dan gaat de muziek ineens afspelen. Zo'n hele dramatische muziek speelt dan af en dan denk je wel, oh shit, waar ben ik? En dan zie je dat die health bar van de eindbaas verschijnen. En dan zie je dat monster ineens verschijnen en dan denk je van, oh shit, ik ben in de verkeerde plek beland. En dan ga je wegrennen en dan kom je later weer terug naar daar om het misschien later tegen te vechten. Zeer dodelijk spel. Ja, het is een zeer dodelijk spel. En heel veel boosheid. Ik heb er heel veel frustratie aan overgehouden toen ik het ging spelen. Ik speel het nog steeds. Waarom? Het is omdat het leuk is. Het is verslaafd. Het is. En nog één ding is dat wanneer je monster verslaat, dan krijg je punten. En met die punten kan je. Zeg maar in je waardigheden stoppen om je sterker te maken, zeg maar. Maar als je doodgaat, dan laat je die punten los op de grond. Dan blijven ze op de grond en waar je bent doodgegaan, zeg maar. En dan moet je terug naar dat plek gaan rennen om je punten op te pakken. Maar als je doodgaat, voordat je die punten weer kon oppakken, dan zijn die punten voor altijd weg. En dan moet je weer helemaal opnieuw gaan beginnen om de punten te verzamelen. En dan had ik één moment waar ik bijvoorbeeld duizenden punten had. En dan ben ik doodgegaan. En dan ben ik weer doodgegaan. En dacht ik, shit. Eerst dacht ik, ik ga dit cheaten. Ben ik doodgegaan. En dan dacht ik, gelijk het spel uitzetten. En dan, ik dacht, misschien hoop dat die punten er dan niet weg zijn gegaan. Maar dan deed ik mijn spel dan weer aan. En dan... En dan laat dat spel weer. En dan het moment wanneer ik precies dood ben, dan pas gaat het spel weer dan starten. Precies op dat moment waar ik dood ben gegaan. Is dat nou autosave? Ja, dus die autosave in dat spel is ook heel erg streng. Dat je niet kan vals spelen, zeg maar. Het is een spel tegen jou. Ja, het is een spel die tegen je is. ja. Ik denk dat we al genoeg gepraat hebben dit keer. Ja, dat is genoeg. Dit was de eerste aflevering van Game Corner. Dankjewel voor het kijken. En tot ziens. Doe een duim omhoog als je het leuk vindt. En tot ziens. Duim omhoog. Subscribe. Ring dat belletje.